Maand mei. Rusland beschuldigt Oekraïne ervan 8 droneaanvallen te hebben gepleegd op de Russische hoofdstad Moskou. De aanvallen komen zeer kort na de nieuwe Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De maand kende een afwisseling van koele en warmere periodes. Dit is wat er in Almelo gebeurde. Tijdens de nationale herdenking op 4 mei worden de slachtoffers herdacht die te maken hebben gehad met oorlogsgeweld. In Almelo worden er kransen geplaatst op onder andere het Van Dronkelaarplein. Tijdens de nationale herdenking op 4 mei herdenken wij de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Allen, burgers en militairen, die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord. Zowel tijdens de Tweede Wereldoorlog en de koloniale oorlog in Indonesië, als in oorlogssituaties en bij het vredeoperaties daarna. Vier lokale omroepen uit Twente. Omroep Hofstreek uit Goor, Radio 350 Rijssen, Omroep Almelo en RTV Sternet uit Haaksbergen beginnen een samenwerking om een streekomroep te vormen. Hiermee sorteren ze voor op het nieuwe lokaal omroepbestel wat er aan zit te komen. Santé op een mooie samenwerking. Trots dat we dit met elkaar nu bereikt hebben met deze vier omroepen. Precies. En laten we komen tot een mooie streekomroep. En wie weet sluiten er nog wel meer omroepen aan. Ja. En vooral met de eigen identiteit. Zo is het. Proost. De nieuwe molenschuur van Korenmolen De Hoop wordt officieel geopend door wethouder Margreet Overmeen Bakhuis. We hebben de molenschuur geopend bij de Korenmolen De Hoop aan de Nieuwstraat. We leiden hier nieuwe molenaars op. Wij zijn een instructiemolen en er worden zelfs hier huwelijken gesloten. Dus ook dat kan nu in een hele mooie omgeving. International Eva de Goede opent nieuwe hockeyvelden bij MHC in Almelo. Nou, het is hartstikke leuk. Het is vandaag hier opening van de nieuwe velden. Ik ga zo meteen een kleine presentatie geven. Maar het is denk ik al fantastisch als je hier aankomt en zoveel kinderen hier tijdens een clinic en enthousiast handtekeningen uitdelen. En daarna op de knop drukken is het volgens mij om officieel opening van de velden te hebben. Een mooie, bijzondere dag en fantastisch weer zo denk ik ook. 3, 2, 1. Hierbij zijn de nieuwe velden van de hockeyclub MHC officieel geopend. Traditiegetrouw wordt op Hemelvaartsdag een grootse boekenmarkt gehouden op het Marktplein in Almelo. Ja, ik ben heel blij. Het zonnetje begint nou lekker te schijnen en ik vind het echt heel erg gezellig. Dus verkoop goed. Ja, je hebt al enkele dingen kunnen verkopen? Ja, prima. Nee, dat is wel leuk. Dat is leuk. Ik ben de enige die met dit soort dingen staat, dus wat dat betreft. Ja, prima. Ik vind het leuk. Gaat goed. Ja, we verkopen lekker, dus ik kan niet klagen. Veel belangstelling, ja. Vinyl is toch steeds populairder aan het worden. En dat merken we. Ook jonge mensen, zie je. Dus dat gaat goed. De stad raakt steeds meer in de ban van de aanstaande kampioenswedstrijd tegen Jong Ajax. De huldiging op het Marktplein in de binnenstad wordt dan ook goed gevierd. Ik ben net op Amaliaplein geweest of zo. Ja, natuurlijk. Ja. Wat was daar? Een groot feest, rookbom, noem maar op, vuurwerk, politie, alles. Maar het was gezellig. Ja, zeker. Zeker. Ja, goeiedag.
kampioen. Wat gaat er door je heen? Ja, euforie, geweldig. Dit is waarom dat je hier naartoe bent gekomen, om te promoveren. Nou, dat hebben we gedaan. En als je daarna dit ook nog mee kunt maken en er altijd in geloofd hebt met de staf en met de spelers. Ja, dan is die beloning geweldig. Het team van Straatpraat vroeg aan de bezoekers van de donderdagse markt: welke vraag heeft u voor de burgemeester? Almelo is op dit moment best heel goed bezig. De stad ziet er goed uit. Ik vind dat de burgemeester wel meer mag omkijken naar de zorgverlening naar de mensen toe. En ook naar de mensen die het echt heel zwaar hebben. Dat die ook goed geholpen worden. Als ik s'avonds door de stad fiets, heb ik er wel moeite mee om de... om de hangenjongeren voorbij te gaan of in de stad waar ze zijn, dat ik er niet vrijer op word. Mij een heel doorn in het oog is, misschien omdat ik er ook toevallig woon, maar de Virussenstraat, dat is de aanrijroute richting het centrum. Ze zijn al bezig met een mooi busstation te maken. De aanrijroute richting het centrum, mensen van de omgeving die komen allemaal via de Virussenstraat allemaal binnen, maar die straat ziet er niet uit. Waarom er zo weinig geld uitgegeven wordt voor culturele zaken als het Wevershuisje, als ook het Stedelijk Museum. De doorkomst in Almelo tijdens de Europa-run is in alle opzichten zonnig verlopen. De teams, en in het bijzonder de Almelopers, werden groots onthaald met een uitgebreid feestprogramma. Het is een fantastisch feest natuurlijk, niet alleen hier, maar straks ook in de binnenstad. En inderdaad, om hier te zijn met zoveel mensen bij deze prachtige Graaf Allee natuurlijk, die voor ons ook wel wat betekent. Ja, is het natuurlijk geweldig om hier zometeen de Almelopers te mogen ontvangen. Fantastische club bij elkaar. Die echt straks een enorm geldbedrag ophaalt voor het goede doel. De gemeenteraad heeft het voorstel aangenomen om het Hofkeshuis aan te kopen als nieuw onderkomen voor het Stedelijk Museum. Heeft de gemeenteraad gezegd, we gaan geen nieuwe panden meer kopen. En het Hofkeshuis is natuurlijk een historisch huis. Het bevat de onzichtbare schat van Almelo, want het zijn maar weinig mensen die de grisaille die daar aanwezig is. En een grisaille is een 3D-schildering uit 1700. En die hebben nog maar heel erg weinig mensen gezien. Meer exposities komen, dat er dan ook meer bezoekers kunnen gaan komen. Het gaat mij, juist wil ik het heel graag dat ze naar zo'n mooi monumentale pand komen. Maar het moet wel voor de toekomst dat ze ook daar blijven. De gemeente wil het gesprek met de directie van het theaterhotel met een open houding ingaan. De toekomst van het Stadstheater is zeer onzeker. Ik heb de raad eigenlijk toegezegd dat wij opnieuw het gesprek graag willen openen met het Stadstheater. Dat zullen we met een open houding doen. Hè. We zijn ook bereid om naar verschillende oplossingsmogelijkheden te kijken.